Van Ter Berghe, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Terecht overwinning lijkt mij. Dat zijn duidelijke cijfers, hè? Ja. Ja. 0-7 ooit meegemaakt zo? Uitwedstrijd? Moet ik goed nadenken. Schiet me zo even niks te binnen. Nee. Nee. En wat was eigenlijk, ja, jullie zetten meteen goed druk. Het was binnen no time 0-2. Hoe beleefde je de wedstrijd? Nou ja, goed. Belangrijk was dat wij een goede start zouden maken natuurlijk. En vooral de nadruk zouden leggen op verzorgspel, maar ook dominant spel. Dus voor dominant moesten we gewoon heel snel die bal hebben. Dus ja, de plan was inderdaad wel om heel hoog druk te zetten, snel ballen te veroveren. En ook bij balverovering gewoon heel direct te zijn en heel doelgericht te zijn. En die eerste goal was al een typische goal, zeg maar, hoe we dat eigenlijk met elkaar een beetje in gedachten hadden. Dus dat is hartstikke goed gegaan en daarna hebben we een paar hele mooie goals gezien. De tweede was een hele mooie goal. Meiden zijn blijven voetballen en ik heb hele mooie dingen gezien wat ik ook gewoon heel veel op de training zie. Dus daar ben ik heel blij mee. En terecht een feest nou, hè? Een knalfeest gewoon. De dak gaat eraf, hè? Ja. Nou, mooi terecht, hebben ze verdiend. Het is zo lang zat het erin, ook tegen Ajax toen ik erbij was. Ja, en dan nu klopt alles gewoon, hè? Ja, ik moet ook wel zeggen, ik heb het niet vaak over pech en over geluk, maar we hebben dit jaar niet alles meegehad. Af en toe wat vervelende blessures wat niet heeft meegeholpen. En vandaag klopte alles en dan krijg je zo'n uitslag en zulk spel ook. Ja. Het was af en toe wel, ging het wel heftig aan toe ook, maar dat maakte toch best wel wat overtredingen. Je zat er toch wel over op te winden, maar is dat het heet van het spel? Of? Ja, ik heb het zelf niet zo ervaren eigenlijk. Ik heb vooral ervaren van, dat wij tempo wouden draaien en hun hadden af en toe wel wat overtredingjes nodig. En in het begin waren wij ook fel, maar dat moet ook, staat veel op het spel. Een belangrijke wedstrijd was dit voor ons en we hebben dat gewoon goed gedaan. Ik denk dat eigenlijk dat wel het grote verschil was met Alkmaar en Heerenveen. Er was strijd, er was passie, er was inzet. En iedere keer was het vertrouwen elkaar goed te kunnen vinden. Overal vond je in elke linie elkaar goed, hè? Ja, we stonden gewoon goed op. En er was ook gewoon veel beweging. Daar had Alkmaar gewoon moeite mee. Waar op de zijkant steeds aan de beide kanten wel dreigend. Maar eigenlijk ook gewoon de opbouw was rustig. Was goed voor elkaar. En, ik denk dat het concept met het hoge druk, dat het meest opgeleverd heeft vandaag. Tevreden trainen? Ja, absoluut. Ja, zeker weten. Maar goed, mag duidelijk zijn dat we wel teleurgesteld zijn in een aantal wedstrijden waarin het resultaat wat beter had gekund. Dan hadden we er beter voor gestaan. En nu moeten we alles op die laatste twee wedstrijden gooien. Hetzelfde concept zit PEC ook. Dus wij moeten 6 punten pakken en dan hopen dat PEC nog wat laat liggen. Ja. Alles is nu open voor de play-off. Het wordt nog spannend, maar nou gloort er weer hoop, hè, voor Heerenveen. Ja, ik blijf erbij. Wij horen in de play-offs, maar we moeten het wel zelf laten zien. En vandaag hebben we dat gedaan. Hartstikke bedankt.